Hoi mensjes, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe vlog. Yep. En wij gaan haïtien voor oma's verjaardag. Ja. Dus wij gaan nu oma ophalen. Ik heb geen wimpers op, dus ik voel me naakt. Hier. Ik heb wel honger. Oh mijn god. Ja. Heb je ook zo'n honger? Nee. Nee? Nee. Ja. Ik had een appel in mijn schoen gedaan in de ochtend. Die piette mijn hele schoen vol. En er zaten ook nog van die dingetjes in, maar de chocola, maar in het midden zit kokos, maar ik hou niet van kokos. Als het maar op een lippenstiftje zit, kan ik het wel aan, maar als ik het... Kijk eens, Celine, zeg even wat je aan ging doen. Nee? Zeg even dan, laat even je jurk zien. Ze hebben weer per se... deze jurk aan. En ik dacht, nou ja, kijk er naar mij. Prima dan maar. Mooi gemaakt voor oma, hè? Ze wou deze jurk per se aan, toch niet? Oma's feestje. Toch? Zeg eens hallo, mam. Hallo. Oma is awkward. Nou ja. Voor de camera. Gezellig oma's feestje, hè? Ik heb dus geen wimpers op. Ik voel me heel naakt zonder wimpers. Oh, dat was me nog niet eens op. En ik heb mijn haar net gefeund. Het zit nog een beetje. Ja, mijn haar zit nog niet droog. Ja. Mijn kind is zo'n aansteller, dat is niet te doen. Ze heeft serieus het vel van de druiven eraf gehaald. Wacht even, je bent niet scherp. Omdat ik het niet lekker vind. Waarom dan? Omdat ik het leuk vind. Nee, ik geloof er niks van. Nee, echt mama. Ik ben nu in de auto. Ik ga even snel naar de Oosterhof. Ik ga even snel zo'n mini douchegelletje halen. En ik ga even wimpers kopen. Want ik voel me super naakt zonder mijn wimpers. Ik heb net mijn moeder afgezet met Celine. Ik ga dus nu mijn koffer inpakken. Want zij slaapt dan bij mijn moeder. En dan ga ik naar Lissabon. Dat heb ik nog helemaal niet verteld. Ik zal het zo allemaal even vertellen. Verder nog iets? Nee, ik ga nu even die laatste spulletjes halen. En dan ga ik even laten zien als ik mijn koffer inpak. Oké, ik heb mijn koffertje ingepakt. Ik heb hier al mijn make-up, wimpers. Even kijken hoor, die kam, mijn eco-gel, gezichtsverzorging en zo. En dan zeg maar hierin. Hierin zit al mijn make-up. Dus dit is... Ik heb één paar hakken mee. Dat zijn deze. Mijn fans. En zelf doe ik mijn Nike's aan. Die zien jullie zo. Dan heb ik hieronder mijn Sugar Bears uiteraard. Die ik elke dag moet nemen. Hier zit mijn Kinky Curly in. En gewoon allemaal van die mini dingetjes. Mijn tandenborstel. Mijn mistspray. Zo, met deze spray doe ik zeg maar altijd mijn haar. Dus er komt heel licht soort van mist... achtige spray uit, water uit als je dit gebruikt. Dus de tweede dag doe ik dit gewoon in mijn haar. Spreek een beetje op mijn haar. En dan een klein beetje eco gel en dan zit het goed. Ik heb een jurk mee en een paar outfits. En that's it gewoon. En het was dus precies 10 kilo. Je mag maar 10 kilo meenemen. Of tenminste 9,9 was het. Maar ik zit dus te twijfelen. Ik wil eigenlijk ook nog wel echt mijn iPad meenemen. En eigenlijk kan het wel, want die kan ik gewoon hierin doen. Dus ik denk, oké, dit is wat ik aan heb. Beetje oversized trui. Een sportlegging.
mijn Nike's. Ik heb sowieso nog een jas hoor, trouwens jongens. Trouwens, de trui is van de Primark. En dan heb ik een hele grote maat genomen, zodat het lekker oversized is. Ik vind dat lekker als ik zo... Lekker zo in de... Ik zit helemaal schuin te filmen. Als ik zo zeg maar lekker in het vliegtuig kan zitten, vind ik fijn als ik iets lekkers heb. En het is nu... Max, hoe laat is het? Half 3. Het is 2:30. Ik zou eigenlijk gaan slapen. Dat is niet gelukt. Wat heel kut is, want ik ben heel moe. Ik ben echt aan het instorten gewoon. Door de make-up lijkt het van niet, maar ik ben echt aan het instorten. Ik haat mezelf echt, trouwens. Want ik moest naar mijn moeder om voor Selina zeg maar ook spulletjes te brengen en een koffertje te brengen. En ik had letterlijk alles klaargezet voor de deur. En dat is dus wat ik bij mijn moeder moest doen. Ik kreeg het gewoon serieus voor elkaar om gewoon... Als ik reed en ik denk, hé, wat vergeet ik? Vergeet ik serieus de hele koffer. Echt fucking irritant weer. Ik ben zo chaotisch, zo op het laatste moment allemaal. En ik word er zo moe word ik soms van mezelf. Maar ja. Dat ben ik nou eenmaal. In ieder geval, ik ga nu Maarten ophalen. Mijn stiefvader. Die gaat ons brengen. Ik heb eigenlijk helemaal niet eens verteld wat ik ga doen. Super raar. Ik ga dus naar Lissabon voor 4 dagjes. Nee, 3 dagen. En een vriendin van mij is jarig. Ze is 30 geworden. En ze wou het speciaal vieren. Dus we gaan met z'n allen naar Lissabon. Maar met haar vriendinnen, zeg maar. Super raar dat ik niet eerder heb verteld wat ik ga doen, trouwens. Maar goed. We gaan nu naar het huis van mijn vriendin. En dan rijdt mijn stiefvader met mijn auto. Rijden we naar Brussel. En ik wil trouwens heel graag een trui meenemen. Maar erin was mijn koffer dus net te zwaar. Maar we hebben dus alleen handbagage. Dus wat ga ik doen? Ik ga gewoon die trui vasthouden. Want het is echt een hele dikke trui. Ik ga gewoon die trui vasthouden. En dan als ik door die bagage heen ben, dan ga ik gewoon... dan stop ik hem in mijn tas. Mijn iPad moet er ook nog in. Dus eigenlijk is die gewoon te zwaar meer. Ik ga jullie meenemen deze dagen. Helaas zullen jullie Celine dus iets minder zien. Omdat ik zondag op vakantie ga. Maar ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden. En ik ga sowieso met haar facetimen. Dus dan zie je er sowieso. Dat was het. Oh, mijn broertje was trouwens zo lief. Want ik wou echt deze legging aan. En dit shirt. Gewoon een tank. Gewoon een hemdje, zeg maar. Maar ik had net die was gedraaid. En ik heb dus geen droger. Wat ik echt moet hebben. Toen heeft hij helemaal met die Dyson föhn. Heeft hij helemaal mijn shirt en mijn broek droog zitten veunen. Is dat dus even lief? We hebben de liefste buurt van de wereld. Ik krijg zo'n vuist. Ken je dat? Dat het zo onderhuid te zien is. Heftig. Oké, wij zijn... Hoe laat is het nu? Tijd. Ik wil de tijd laten zien. 5 uur 8. Ik heb dus net helemaal naar Brussel gereden, wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is, maar Maarten vroeg dat aan mij. En ik heb het, oh kut, het helemaal mis. En ik ben helemaal kapot. Het was 1,5 uur rijden, gaan we naar binnen? Het was 1,5 uur was het rijden. Ik ben echt gesloopt. Hou jij even nog mijn iPad vast? En we gaan nu naar binnen. En mijn haar zit ook lekker wild. Maar waar moeten we eigenlijk zijn, jongens? Weet iemand dat? Nee, ik weet het dus ook niet. We moesten echt trouwens fucking ver lopen vanaf zeg maar die drop-off. Vanaf waar je auto, waar je uitstapt, zeg maar. Ja. En ik heb dus deze trui hier, die ik nog als een criminal in mijn koffer ga doen. Koud, hè? Oké, we zijn er. Wacht, Janie. Ik zie je. Doe jou, kijk eens. Hi. Oké, ja, we zijn al onderweg. Ik denk dat wij de eerste zijn, hè? Zijn ze er al? Ik zie je, we zijn er. We ja, zijn dat dacht ik al. Oh, oké. Okay. Jij busparking. Als je dus ooit op Brussel Airport wil... Van Brussel Airport wil vliegen, ga dan met de bus.
Want dan sta je gelijk voor de deur. En als je dus wordt afgezet met de auto, moet je nog 365 meter lopen. En het was geen... Dit is geen overdrijven van mij. Maar het voelde als een kilometer. Oké, en vooral in de kou, inderdaad. Zullen we misschien naar boven gaan om te kijken wat er boven ook is? Misschien staan ze wel boven. Dit hebben wij helemaal niet. Ik ben heel benieuwd wat ze van mijn naam gaan fabriceren. Aangezien dat nooit goed gaat. En ik ga het expres niet spellen. Dus ik was al benieuwd. Ik heb veel rare dingen op mijn koffiebeker gehad. Maar Mara heb ik toch echt nog nooit gehad. Jouw naam wordt gewoon altijd goed geschreven. Is het bij jou goed? Nee, maar ik had gewoon gezegd Janet. Want als ik zeg Jeanette, dan gaat het helemaal verkrachten. Nou, ik ben vandaag, ben ik Mara. Dan kijk je hem. Oh. Natuurlijk, natuurlijk. Ik moet het echt nog eens doen. Hey. Daar is de rest. Kim, hoe was dat? Inmiddels. 6:30, zeg ik dit goed? Ja. En ik heb nog steeds niet geslapen. En we staan nu te wachten om naar in het vliegtuig te stappen. En ik ben zo moe. Maar ik heb dus net ook gezien op mijn ticket. Shit. Ik heb net gezien op mijn ticket dat ik in het midden zit. Dus dat is zo kut. En in het midden naast de onbekende ook gewoon. Dus ik moet... kijken of ik dan wel kan slapen. En anders dan, ik heb allemaal series sowieso op mijn iPad gedownload. Dan ga ik gewoon dat kijken. En dan, als we dan aankomen in het appartement, hoop ik dat iedereen wel eventjes wil slapen. Ja. Dat is het eigenlijk. De anderen staan nog daar in de rij. Al 24 uur niet geslapen nu. Twee dingen kunnen mij heel chagrijnig maken. En dat is niet eten en niet slapen. Dus ik hoop dat ik dat nog even kan doen. En dat ik een beetje normaal kan zitten. En ik wou net Celine trouwens even facetimen. Alleen ze wordt gewoon niet wakker. Als dat lukt.